Nou, ik ben bij een oude vriendin en ze is nu een verhaal aan het vertellen. Vertel eventjes. Vertel jij maar gewoon door. Goed luisteren. Goed luisteren. En nou, er is een paar jaar geleden, ik verrekte van de kiespijn. Louieke woonde bij mij in. En ik zeg tegen Louieke, ik hou het niet meer uit. Hij zegt tegen mij, Marit, heb je een nijtang of iets dergelijks? Ja, kijk maar in de schuur. Hij komt met een nijptang. Hij komt eraan. Hij zei, welke kies is het? Ik zei, deze. En hij begon. Die was verroest. Die was verroest, die tang ook nog. Hij trok gewoon een kies eruit. Die wat geen tandpijn deed. Had hij de verkeerde extra druk getrokken. Is je, wat heb je mij nou gedaan? Ja, heb ik extra gedaan. Ik heb hier tandpijn. Hier, die, alsjeblieft, trek die eruit. Hoep, zegt hij. Dat was een grapje. Zijn vieze idioot. Ik zeg, ik hou die dadelijk om die oren. Vieze rotkutkind, sorry. Zeg, nou eruit trekken. Zeg, ik hou niet meer vol. En heeft hij de tang weer gepakt. Ik zeg, nou de goeie. Zeg, deze. Heeft hij zo getrokken. En hij was een trekker zo. Had je mijn gelijk truit. We hebben veel bloed verloren. Twee tanden. Nou mensen. Ja, één goede tand. Dit is iemand die jullie ook wel kennen. Van misschien hele oude filmpjes. Maar jullie gaan dat binnenkort vaker zien. Tot ziens.